De politie heeft op verzoek van het Openbaar Ministerie de 52-jarige vader aangehouden van het 12-jarig meisje dat 22 maart beviel van een dochter. Het meisje beviel onverwacht tijdens een schooluitstapje van haar kind. De man wordt verdacht van seksueel misbruik. We hebben vanochtend aangehouden een 52-jarige man. Deze 52-jarige man is de vader van het 12-jarige meisje wat 2 weken geleden is bevallen van een baby. Hij heeft vorige week vrijwillig DNA afgestaan voor een onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut. We kunnen wel stellen dat er een aanzienlijke kans is. En dat heeft te maken met het feit dat deze 52-jarige verdachte niet alleen de vader is van de baby, maar ook de vader is van het 12-jarig meisje. De vader riskeert een forse gevangenisstraf. Nou, hij wordt ervan verdacht dat hij seks heeft gehad met een 11-jarig meisje, met zijn dochter. Daar staat 12 jaar gevangenisstraf op. Het is bijna zeker dat hij de vader van het kind is. Aangezien het meisje op haar 11e zwanger is geraakt, is er dus sprake van een seksueel misdrijf. Ook de Raad voor de Kinderbescherming heeft aangifte gedaan. Bureau Jeugdzorg ontfermt zich over het 12-jarig meisje en haar baby. En die worden ondergebracht bij een pleeggezin.